Welkom bij de Smaak van Deventer. We organiseren dit, de Smaak van Deventer, nu voor de vierde keer. Het is een culinair evenement voor Deventer, waar de beste restaurateurs en ja, food professionals zich presenteren. Ja, wij zijn Jackies, 8 jaar open nu. En we hebben de keuken echt geïnspireerd op New York. Dus we koken een beetje de stijlen van Italy, Frans, maar ook goede steaks. Burgers en kreeft door elkaar. We hebben een hartstikke mooi restaurant, een 4-sterren bedrijf. Wordt echt op een ambachtelijke manier volwaardig wordt er gewoon gekookt. We willen eigenlijk de mensen heel graag verrassen, zodat ze eigenlijk met een andere blik, met andere ogen naar ons bedrijf gaan kijken. Vandaag staan we in ieder geval met het VR-dinner. Achter mij zie je ook dat we hier een mooie stand hebben ingericht. Het VR-dinner is eigenlijk de ultieme beleving als het gaat om food en alle zintuigen geprikkeld worden. Het is met leuke collega's, het is een heel gemoedelijk evenement en we kunnen ons goed profileren aan de omgeving van Deventer en omstreken. Van een keuken uit New York, van Jackie's, een klassiek Franse keuken zoals restaurant Boas, maar ook Brasserie Bode. Het Dicus staat hier ook, groenterestaurant van 2014. Zowel vegetarisch, vlees, vis, eigenlijk alles kan je hier tegenkomen. Het is vooral heel erg cool om het denk ik met heel Deventer te doen. Je ziet alle koppen weer even bij elkaar en iedereen heeft er eigenlijk super veel zin in. We hopen deze komende 4 dagen op mooi weer, zodat we leuk onze gasten die hier allemaal een kijkje komen nemen, kunnen voorzien van een hapje en een drankje en wat uitleg over onze formule. Ik denk dat het de beleving is, de muziek heb je, je hebt 7, 8 bedrijven hebben hier staan. Overal loop je heen en overal proef je natuurlijk wat. Ja, die beleving bij elkaar is echt heel leuk. Ja, het is gewoon gezellig, gewoon leuk, is gewoon mooi. Als ondernemer zijnde, daar kan je heel veel inspiratie op doen. Ik denk met name ook als consument is dit het uitje van het jaar. Je ziet natuurlijk alle toprestaurants van Deventer, die presenteren zich hier. En je kan voor relatief weinig geld heel veel leuke nieuwe smaken proeven. Dus ik denk de uitgelezen kans om een kijkje te nemen in de keuken van Deventer.